24 uur na de beving hebben duizenden Turken de nacht op straat doorgebracht. Uit angst voor nieuwe bevingen en omdat huizen zijn ingestort. Veel Turkse Nederlanders proberen uit alle macht informatie over familieleden te krijgen. Waar zijn ze en hoe gaat het met ze? Het zijn afschuwelijke beelden. Ja. Echt ongekend. Het is van. Het is. Ik vind het al moeilijk om te verwoorden. En laat staan voor mensen die nu daar leven. Mensen die dat gewoon mee geconfronteerd worden. Mensen die in angst leven. Mensen die alles kwijtgeraakt zijn. Mensen die hun familieleden kwijtgeraakt zijn. Het is afschuwelijk. Dat je het bericht moet krijgen, ja, we hebben het niet kunnen helpen om je kinderen en je familie te kunnen redden. En de schade is enorm. Dus ik blijf herhalen, het is van nou, ik hoop het oprecht dat ze wel snel tot de actie komen. En ze gaan starten, al die organisaties samen te gaan werken om Giro 555 actie te gaan starten. Het is, dit is maar een, men praat over een aantal tussen 3.000 en 5.000 slachtoffers doden in Turkije en Syrië. Maar er zijn ook andere geluiden, hè, die praten over straks 20.000. En ik hoop het van niet, maar ik denk dat er straks veel meer wordt dan 20.000 slachtoffers. Er zijn nu sommige dorpen bijvoorbeeld, waar het over aardbeving, die zijn gemaakt en die geen rekening gehouden met aardbevingen. Dus die ligt gewoon plat. Ja, want sommige... even kijk, uw familie woont natuurlijk daar. U kent het gebied dus ook goed. Hoe zijn die huizen dan gebouwd? Is dat... Dus van heel slechte kwaliteit? Dat is een heel slechte kwaliteit. Ik kom uit Diyarbakir, dat is het zuidoost van Turkije. Maar ook andere delen van Turkije. Er is sprake van corruptie. Hè? Dus mensen maken van het huis, je weet, er is geen controle op dat gebied. Bij sommigen van, nou, weet niet hoe dat gebouwd zijn. En mensen, sommige mensen houden geen rekening mee. Hè? Van, nou ja, er komt geen aardbeving voor. Dus, en er wordt geen rekening mee gehouden. En... het is in dorpen, bijvoorbeeld omgevingen, is, ik zag beelden vanuit Hatay bijvoorbeeld, dat is weer Arabische, wordt bewoond door veel Arabische inwoners. Vreselijk, het ligt plat. Stad van Maras, zuidoost van Turkije, Antep. Het is, als je ziet in die flats, hè, wordt in elkaar gestoord. Ja. De flat van uw broer is volgens mij, wat ik begreep heb, ook enorm beschadigd. Ja. Kunt u ons vertellen hoe dat, weet u van hem nu hoe dat nu is? Hoe zijn situatie nu is? Is die... buiten de hele tijd? Of waar is zij nu? Nou, ze zijn nu gisteravond zijn wel ergens ondergebracht. Maar ook met z'n allen in een ruimte. Dus ik ben blij dat ze nog leven. En dat is toch een meer onderdak hebben. Dat is ook tijdelijk. Maar ze durven niet meer weer terug naar huis te gaan. Hè? Dus het zijn duizenden mensen die dat gevoel hebben. Die in angst leven. En we hebben nu ook weeromstandigheden. Dat werkt ook niet mee. Ja. Het is hartstikke koud. Heel koud, ja. En de grootste kwetsbare in het geval van nou ouders, maar de kinderen. Ja. Dat is vooral de vrouwen, kinderen die gaan niet naar school. Dat gaat gewoon niet. Maar ook wat ze de trauma hebben opgelopen en wat ze allemaal mee gaan krijgen. Ja. Toch even, valt er vanuit het kabinet nog veel hulp te verwachten? Ook er is een eerste zoekteam natuurlijk naar het gebied gegaan. En ook speurhonden. En ik denk dat we gewoon goed op moeten kijken van wat is er nodig. Ik denk dat ook alle acties die nu op gang komen gewoon ook heel belangrijk zijn. Dat is ook wel weer... op een rare manier ook wel weer mooi om te zien wat dat dan teweeg brengt, ook hier in Nederland, om toch te gaan helpen en te kijken wat er nodig is. Want ik denk dat vooral die onzekerheid bij heel veel mensen vreselijk is. Ja. Maar ook toch de angst ook weer voor naschokken. Want ik denk dat dat nog heel lang blijft bij mensen. Ja, dan ga ik even ook naar u. U bent van Dokters van de Wereld. Die onzekerheid is natuurlijk bij u ook over uw eigen collega's. Want er zitten heel veel collega's van u in het gebied. Ja, dat klopt. We hebben in de provincies Idlib en Aleppo, dus in Noord-Syrië, hebben we 250 medische staf. Dus artsen en verpleegkundigen.
Nog niet iedereen is bereikt. Ik weet wel zeker dat er gisteren 3 mensen zijn overleden, 3 collega's. En nog een deel is vermist. En het is heel bizar dat toch gisterochtend meteen onze klinieken zijn opengegaan om slachtoffers op te vangen. Dus ook meteen toch weer aan het werk, terwijl je eigen collega's sommigen het niet hebben overleefd. Nou, en ik hoor verhalen van collega's die ik spreek. Iedereen kent wel iemand die is overleden. Maar er is geen tijd om te rouwen, er is geen tijd om te begraven. Er moet nu zorg komen voor de slachtoffers. Dat is de eerste prioriteit. En die machteloosheid, want daar hadden we het net ook al even over. Voelt u dat ook? Of heeft u nog het gevoel dat u iets voor ze kunt doen vanuit hier? Nee, wij gaan meer. Op dit moment voel ik meer adrenaline. En wat belangrijk is dat er zo snel mogelijk overlevingspakketten ook naar de regio komen. Het is ontzettend koud. Ja. In onze klinieken komen veel mensen met onderkoelingsverschijnselen. Mensen die onder het puin hebben gelegen, hebben daar echt in de vrieskou gelegen. Dus het is heel belangrijk dat er zo snel mogelijk daar medische hulp voor komt. Ja. Maar ook mensen, families die buiten slapen, daar moeten dekens, isolatiemateriaal, verwarmingselementen, die moeten erheen. En drinkwater, laten we niet vergeten. Er zijn miljoenen mensen die daar al in vluchtelingenkampen wonen, al afhankelijk van noodhulp waren voordat deze aardbeving gebeurde. Ja. Die zijn ontzettend kwetsbaar en die moeten snel bereikt worden. Terwijl de wegen en de vliegvelden eigenlijk niet begaanbaar zijn. Ja. Wat is uw grootste angst nu voor de komende dagen? Wat moet er nu zo snel mogelijk gebeuren? Nou, ik denk wat u ook net zei, van onder andere voedsel, medicijn, onderdak. Belangrijk elektriciteit, hè? Dus dat is iets wat ze ook natuurlijk minimaal is. Ik denk niet dat het moet ook realistisch zijn dat ze binnen een paar dagen die mensen kunnen helpen. Nee. Maar het is wel goed om alvast met een actie te komen. Dus ik ben blij dat er nu aandacht voor is.